We staan hier bij een Next Generation ras. Het is een ras wat fijnvallend is, het is een ras wat een enorme goede opbrengst heeft en een hele mooie gele kleur. Het ras heet Jackie. Dit ras is uitermate geschikt voor de convenience markt. Voor het tafelsegment kunnen we prima mee uit de, uit de voeten. Het is een redelijk vastkokend ras, wat gewoon een hele mooie presentatie ook op het bord heeft. Jackie is een ras wat over het algemeen hele mooie fijnvallende knollen heeft, rond ovaal goudgele kleur. Dit is een ras wat het gewoon geweldig goed doet in de keuken. Het heeft een, een kooktype AB, dat betekent vastkokend. Dat heeft te maken met het onderwatergewicht van rond de 360 gram. Als je hem gekookt hebt en je hebt wat over, is hij ook prima nog te bakken in de pan de dag later. Nou, het grote voordeel en de sterkte van dit ras is dat hij een geweldig goede resistentie tegen vitophtra heeft. Daarom heet het ook Next generation ras. En dat heeft te maken met goede resistentie op zowel loof als knol. Het opbrengend vermogen van dit ras is super te noemen. We praten heel gauw over partijen met 25 tot 50 knollen per plant. Zeker voor de confinesmarkt praten we over tot 2 miljoen knollen per hectare. En dat is super voor dit segment. Wij introduceren dit ras op dit moment in Frankrijk en in Engeland. Waarbij eigenlijk het zwaartepunt van de introductie in Engeland ligt. Als steler is het van belang dat je voldoende bemesting meegeeft. Het is een ras wat hoog is. Met andere woorden, een enorme productie, dus heeft hij ook voeding nodig. Het mooie aan dit ras is dat het eigenlijk een prima fijnvallend ras is. Hoogtaal, goede resistentie in zowel loof als knol. Eigenlijk weer een 100% next generation ras en een hele mooie gele kleur.